Als je 2 keer op achterstand komt en zo goed terug kan komen, dan denk ik dat wij de grote winnaars vandaag zijn. Ja, met name de eerste helft hadden jullie het moeilijk, hè, met het spelsysteem van Dordrecht. Want zij waren in de eerste helft eigenlijk wel heer en meester met grote kansen. Ja, dat vond ik ook. Ze waren veel beter dan ons, scherper dan ons. En gelukkig zijn wij tweede helft sterker uit de kleedkamer teruggekomen. En uit het niets maken jullie 1-1. Uit eigenlijk een fout van Haddad en die maak jij goed af. Ja, gelukkig wel. Hij valt er ook lekker in. Dus dat geluk heb je ook nodig. Ja, je had het sowieso wel op je heupen, want ja, je was toch bij far vandaag de beste Spartaan. Miste je misschien toch iets te veel bij die andere jongens van jullie? Ik denk dat iedereen alles heeft gegeven als team zijnde. Want in de competitie, als we achterkwamen, gaven we het meestal weg. En nu zie je dat we veerkracht terug tonen. Wat zegt dit voor zondag? Ja, de 2 eerdere wedstrijden hebben jullie eerst 1-1 gelijk gespeeld tegen Eindhoven. Hebben jullie uitgewonnen. In Nijmegen hebben jullie gewonnen. Dus kortom, met dit gelijke spel gaan jullie toch met een goed gevoel naar Dordrecht toe? Ja, ik denk van wel, als je 2 keer op achterstand komt, dan denk ik dat je toch wel met een lekker gevoel naar Dordt gaat. Want als je hier 2-1 had verloren, of 1-0 had verloren, was het toch wel anders. Ja, ondanks dat er weinig gele kaarten vielen, zag je ze nu dan dat er heel veel strijd was bij beide ploegen en dat het soms over het randje ging. Hè? Ja, soms wel. Allebei willen naar de Eredivisie en daar hoort een beetje harde spel een beetje bij. En dan is het tot wat de scheidsrechter toelaat? Ja, inderdaad. En gelukkig vloot de scheids vandaag wel goed, vond ik. Succes zondag. Dank je.